Traditiegetrouw is een dag voor Koningsdag de Lintjesregen. Zo ook in Beek. In Beek zijn 2 vrouwen en 2 mannen gedecoreerd. Zij ontvingen de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Christine van Basten-Baudet. De lintjes vormen een blijk van waardering voor mensen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor onze samenleving. Vaak zetten zij zich in alle bescheidenheid in, zonder eigenbelang. De leden die zijn toegetreden in de Orde van Oranje-Nassau zijn mevrouw Eggen, 58 jaar uit Beek, mevrouw Smeets, 53 jaar, uit Neerbeek, de heer Stevens, 67 jaar, uit Neerbeek en de heer Stijnen, 54 jaar, uit Beek. Welkom allemaal. Ja, de zon schijnt vandaag buiten niet, maar hier binnen in deze ruimte zeker wel. Ik heet u allemaal van harte welkom. En vooral best mevrouw Eggen, mevrouw Smeets, meneer Stevens en meneer Stijnen. Geachte aanwezigen, van harte welkom in de raadzaal van Beek voor de Lintjesregen 2016. Een speciale bijeenkomst voor mensen die zich op een bijzondere manier hebben ingespannen voor onze samenleving. Ze hebben dat op zo'n manier gedaan dat zij de aandacht hebben getrokken van zijn majesteit de koning. Het heeft zijn majesteit behaagd vandaag u te danken voor uw belangeloze inzet voor de Beekse samenleving. En ik merk hierbij op dat gedurende het jaar ook andere mensen een lintje hebben mogen ontvangen. Ik ben heel trots om te mogen zeggen dat het totaal voor Beek dit jaar uitkomt op 12 onderscheidingen. En Beek is enorm trots op dat er zoveel te decoreren mensen zijn die zich voor deze gemeenschap inzetten op tal van manieren. U staat vandaag centraal. Het is juist voor mij een eer uw naamse koning voor al uw inzet voor onze samenleving te eren. Het heeft daarom zijn majesteit de koning behaagd om u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Oh wees, dankjewel. Dankjewel. We moeten wel samen delen en een beetje oefenen voor morgen. Ja. Zullen we naast u staan? Ja. Oké. Heeft daarom zijn majesteit de koning behaagd om te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. En heeft zij de majesteit de koning dan ook behaagd om te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. En heeft ook zijn majesteit de koning behaagd om te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.